Champstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champstalk. Champs, ik sta hier met Boapea. Je grijnst helemaal, maar je bent blij, hè? Ik ben tevreden. Ik ben best wel kritisch, altijd naar mezelf, ja. Maar ik ben wel tevreden. Ja. Dat zeg je heel mooi. Ja. Want jij wil altijd het beste uit jezelf halen. Ja man, ik ben gewoon best wel, ja, omdat ik het kritisch altijd over mezelf. En ik denk door dat ook dat ik altijd het beste uit mezelf haal. Dus... Als ik zo naar je kijk, je hebt geen schrammetje op je gezicht. Hoe verliep de wedstrijd voor jouw gevoel? Voor mijn gevoel, ik denk wel dat ik alle rondes op mijn naam heb geschreven. Maar ja, ik weet niet, toch, als je klaar bent met het gevecht, denk je toch, dadelijk gaan ze me... Ja, toch, dat had ik wel een beetje in mijn lichaam. Ik dacht van, dadelijk heb ik iets. Ja, dadelijk heb ik het niet. Je hebt altijd die shock een beetje, weet je toch? Ja. Maar ik denk wel dat ik wel alle rondes op mijn naam heb kunnen schrijven, ja. Toen het naar de jury ging, was je confident? Ik was confident genoeg, maar ja, zoals ik zei, soms... Blijft de jury sport. Je weet maar nooit. En ook omdat hij de favoriete was natuurlijk. Ja. Dus ik dacht van, maar ja. Was hij exact hetzelfde zoals je vooraf had ingeschat of heeft hij je verrast? Nee, hij was wel exact hetzelfde hoe ik had ingeschat. Jawel. Ik wist wel een beetje wat ik van hem kon verwachten. En ik wist wel gewoon van, hij is wel, je weet toch, hij gaat niet makkelijk neer. Want ik zag wel in de derde ronde dat ik hem wel pijn deed in zijn lichaam. Maar ja, ik bedoel, hij heeft van Donovan Wissel gewonnen. Tegen Serkan was hij neergaan, ging hij ook gewoon door. Dus ik wist van, het wordt geen makkelijke partij. Het is geen pannenkoek, dat wist ik wel van hem, zeker. Je was voorbereid. Ja, zeker. Maar dat ben ik ook niet. Ik ben ook geen pannenkoek. Dus, ben je zeker niet, man? Heb je het publiek gehoord? Ja, altijd veel support wanneer ik vecht. Ik neem altijd heel de buurt mee. Dus dat geeft me ook die extra kracht om gewoon door te gaan. Zeker. Misschien dat de jury hem daarom aan jou heeft gegeven. Want ze waren bang dat anders het publiek de toko zou afbreken. Ze zijn geen hooligans. Ze zijn alleen supporters. Nee. Ze zijn geen hooligans. Alleen supporters. Dus nee. Mijn fans zijn wel gewoon chill daarin. Ja, man. Ik haat deze vraag, maar ik ga hem je toch stellen. What's next? Waar kijk je naar uit? Ja, waar kijk ik naar uit? Ik wil gewoon zoveel mogelijk vechten. En wat op mijn pad komt, komt op mijn pad. Jullie hebben het nu ook gezien. Ik ben pas 1 jaar A-klasse en ik vecht al tegen iemand die al super ervaren is in de A. Dus ik kan gewoon geen nee zeggen tegen. Maakt niet uit. Ook al zeggen ze kom vechten tegen Donovan Wissen. Ik zeg altijd ja. Maar ik blijf gewoon trainen, ik blijf gewoon fit. Ik ga gewoon dinsdag gewoon weer mijn trainingen oppakken en ik hoor het wel, man. Want dat is een enge gedachte inderdaad. Je wordt alleen maar beter. Ja, klopt. Ik ben nu pas 1 jaar A-klasse. Dus ik weet gewoon dat er nog heel veel te halen valt uit mijzelf. Ja. Stapje voor stapje tot we die kampioensriem om de gordel hebben. Precies. Ja man, dat is mijn einddoel. Zullen we het zo afspreken? Zeker. Komt goed. Spreek ik je snel weer. Champ, bedankt. Champstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champstalk, voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champstalk.